Goedemiddag allemaal en welkom op deze webinar van Vectorworks Meet AeroCollect. Ik zie dat iedereen aan het binnenkomen is, maar het is 4 uur, dus we kunnen eraan beginnen. Eerst en vooral welkom allemaal op deze webinar van Vectorworks en AeroCollect. We zaten al met meer dan 70 inschrijvingen, dus het is heel fijn dat er zoveel animo rondom dit thema is. Ikzelf ben Barbara en ik ben werkzaam bij Design Express. Design Express is een verdeler van de software Vectorworks. Vectorworks wordt zelf ontwikkeld in Amerika. En wij bij Design Express zijn dus de verdeler in een aantal landen. In België, Nederland, Polen en Frankrijk. Onze doelgroep daarmee met Vectorworks is heel divers eigenlijk, heel multidisciplinair. Maar de samenhang zijn ontwerpers, zijn allemaal ontwerpers. Waar wij ze willen helpen en mee in hun kracht zetten met Vectorworks te gebruiken. Dus wij zijn verantwoordelijk uiteraard voor de verkoop, maar ook voor de ontwikkeling. Dus we hebben een team van ontwikkelaars die dat mee helpt tools te schrijven voor Vectorworks, om het jou nog gemakkelijker te laten maken. En die dan ook marktconform zijn. Dus het zijn echt tools geënt op de Belgische of Nederlandse markt, of de Poolse of Franse markt, om het jou nog eenvoudiger te maken en nog gemakkelijker in jouw vakgebied aan de slag te kunnen en te ontwerpen. We hebben ook een team van supportmedewerkers klaarstaan die tijdens de kantooruren beschikbaar zijn, waar dat je telkens naar kan bellen of een mailtje voor kan sturen. En wij geven ook training en daarnaast ook begeleiding. Naast Vectorworks verdelen we ook Enscape. Enscape is een render software, maar een heel eenvoudige. Want bij renderen gaat er meestal al wel heel wat alarmbelletjes rinkelen dat het best ingewikkeld is. Als je ziet naar deze render, dan is het toch best een knap resultaat. En daarvoor heb je niet urenlang te manipuleren met allerlei instellingen. Maar Enscape maakt het eigenlijk eenvoudig door met een aantal instellingen, met een aantal sliders eigenlijk, je belichting goed te zetten, je wolken goed te zetten. Hier zitten we met weinig wolken, hier zitten we met een nachtsetting. Dus een heel eenvoudige rendermethode. En dan heeft het ook nog niet heel lang te renderen, maar het is eigenlijk met één knik op de knop dat je je renderbeeld hebt. Dus dat is Enscape. Verder over Vectorworks. Even een klein beetje info. Ondertussen zitten we met een 900.000-tal gebruikers wereldwijd. En het fijne aan Vectorworks is dat het natuurlijk zowel op Mac beschikbaar is als op Windows. Ook in België zitten we op een heel mooi aantal onderwijsinstellingen ondertussen. Zowel op de universiteiten als op hogescholen zijn wij actief. En op die manier hebben we toch een heel mooi aantal mensen die afstuderen met de kennis van Vectorworks. Ook een mooie klantenportfolio met grote namen die ik hier eventjes heb opgelijst. En ook een mooi aantal projecten dat met Vectorworks wordt uitgewerkt. Bijvoorbeeld deze Jewel luchthaven in Singapore is met Vectorworks uitgewerkt en getekend. Maar we doen niet alleen hele grote projecten, ook de tuinen kunnen met Vectorworks uitgewerkt worden. Daarnaast hebben we ook een aantal andere vakgebieden, zoals ik zei. We hebben een aantal segmenten waarin de ontwerpers Vectorworks gebruiken. Bijvoorbeeld voor meubelontwerp hebben wij de module InteriorCAD. En zelfs voor feestjes kan je Vectorworks inschakelen. Bijvoorbeeld voor het lichtontwerp, voor events of voor de berekening van trussen en de draagkracht die daarbij nodig is, is er een module in Vectorworks die je kan gebruiken. En je ziet het inderdaad, Design Without Limits is de slogan van Vectorworks. En dat is eigenlijk om dat allemaal te vangen, al die ontwerpers in hun kracht te zetten en dat ze kunnen tekenen wat dat er ook van ideeën in hun hoofd zit. Vaak heb je heel wat software nodig, een hele combinatie van software om tot een resultaat te komen. En wij met Vectorworks willen dat eigenlijk vangen voor de ontwerper, dat hij alles in Vectorworks kan doen. Dus een bestaande toestand uittekenen, een ontwerp creëren, modelleren, technische tekeningen daar dan uithalen, de calculatie doen en op tenslotte een mooie presentatie geven. Dit is eigenlijk een traject dat jullie meestal doorgaan en dat we met Vectorworks willen faciliteren met een mooi eindresultaat. Bijvoorbeeld ontwerp. Laat ik even zien dat er een bepaalde methodes zelfs bestaan in Vectorworks om
zo gek als je maar mogelijk kan achten te ontwerpen en zo bijvoorbeeld een sculptuur voor in de tuin te realiseren. Naast ontwerpen hebben we ook een heel aantal tools die het gemakkelijk maken, die het faciliteren voor jou om je ontwerp te creëren voor de tuinen en het landschap. Dus dat zijn krachtige tools waarmee dat je zowel 2D tekent als 3D. Dus je haalt daar evengoed mooie plannen uit als dat je een mooie render mee kan maken. En alles omvat ook hoeveelheden. Dus daaruit haal je ook met rekenlijsten hoeveelheden uit. En ik sprak al over die tools, dat we ook die krachtige tools. Hebben we ook een plantendatabase dat erin zit, met een plantentool dat je kan gebruiken. Waardoor dat je dus de correcte namen in dat rekenblad hebt, maar ook de juiste visualisatie, ook de juiste groottes, et cetera. Waar dat je erover beschikt, dadelijk in Vectorworks. En dus inderdaad, die hoeveelheden, die calculatie van al je aantallen, haal je er dan uit met die rekenbladen. En tenslotte, de presentatie. Grafische kracht is altijd een van de grootste sterktes geweest van Vectorworks. En in het 2D-3D-verhaal is dat niet minder en haal je heel mooie weergaves of presentaties uit de software. Dit kan dus zowel 2D zijn als 3D. Dus ik sprak wel over Enscape, maar ook zonder Enscape kan je renderen met Vectorworks. Er zit een rendermodule in Vectorworks die dat vanuit Cinema 4D komt. Dus een hele krachtige tool waarmee dat je inderdaad al mooie resultaten kan maken. En het blijft niet enkel bij presentaties. We hebben ook zonnestudies die dat je met Vectorworks kan demonstreren. Of AR is ook een methode in Vectorworks. AR is augmented reality. Dat is iets toevoegen aan de realiteit. Dus wat wil dat zeggen? Als je een bestaande situatie hebt, dat je daar je ontwerp aan gaat toevoegen. Ik heb hiervoor een klein filmpje. Het is wel van een interieur, maar ik denk dat het wel het doel laat zien dat je bijvoorbeeld de bestaande situatie kan bekijken met je iPad en dat je daar je ontwerp kan gaan aan toevoegen. Dus de bouwheer of de eigenaar kan zo door het tuinontwerp gaan lopen en bekijken hoe dat eigenlijk die tuin tot zijn recht gaat komen, de dimensies daarvan, de impressies, het gevoel dat dat het weergeeft. En op die manier heb ik eigenlijk kort opgesomd wat dat Vectorworks allemaal kan betekenen voor jou. Dus zoals ik zei, bestaande toestand, ontwerp, technische tekeningen, calculatie en presentatie. Dat is eigenlijk het hele traject dat wij met Vectorworks willen faciliteren voor jou. Alleen op het eerst ben ik niet echt ingegaan, dat is natuurlijk die bestaande toestand tekenen. Die heb je meestal al te gaan opmeten en dat is nog niet altijd zo eenvoudig, zeker niet als het over grote sites gaat of over moeilijk terrein. En daardoor waren we heel blij dat AeroCollect ons contacteerde, want dat is net het punt dat zij aanpakken om gemakkelijker te maken voor de tuinaannemer of ook de dakwerkers of de architecten. En daar gaat natuurlijk de webinar van vandaag over. Hoe gaan we nu samenwerken met Vectorworks en AeroCollect? Dus vandaag heb ik 2 experten meegebracht. Ik heb Jan van AeroCollect en Peter dan van Design Express voor Vectorworks. En we starten met Jan. Jan is ondertussen al jaren actief met drones voor tuinaannemers en dakwerkers. En hij gaat vandaag eens toelichten hoe dat AeroCollect juist in zijn werk zit en wat het daar de voordelen van zijn. Voilà, Jan, ik nodig je uit om je camera en je microfoon aan te zetten. En dan mag je mijn scherm overnemen. Ja, je hoort mij al, denk ik. Exact, ik hoor je. Ik denk dat je nog eventjes mijn video moet toestaan. Dat kan inderdaad misschien wel zo zijn. Een ogenblikje. Zou je hem nu kunnen aanzetten, Jan? Jouw video?
Nog niet. You cannot start your video because the host had stopped it. Het scherm delen gaat wel lukken, denk ik. Ziezo. Kun je mijn scherm zien? Ja, dat is duidelijk. Enkel mij nog niet, denk ik. Hè? Exact. Zoom. Nu, niet dat er zoveel te zien is hiervoor. Dus laten we gewoon maar beginnen. Ik heb gezien dat er in de lijst een aantal mensen zitten die het mij al gezien hebben. Kan ik eens even proberen om je video aan te zetten? Start mijn video. Ja, ja, voilà. Nu is het. Maar, ik was juist aan het zeggen, ik zag een aantal deelnemers mij al ooit gezien hebben. Maar voor de rest, ja, voilà. Er is hier niet zoveel speciaal te zien. Maar het gaat dus voornamelijk over onze presentatie gaan. Dank u wel, Barbara, voor de introductie. Wij zijn inderdaad al enkele jaren bezig om met drones en cloud-technologie mensen te helpen om hun opmetingen te gaan doen. Nu, het gaat natuurlijk niet zozeer om die technologie, maar het gaat om iets te maken waar je uiteindelijk geld mee kan besparen, tijd kan winnen en iets dat gemakkelijk te gebruiken is. Technologie kan fantastisch zijn, maar als je het niet kan gebruiken of het brengt niet bij tot de bottom line van je organisatie, dan is het misschien een mooi speeltje dat in het rek blijft liggen, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik kom nu al, denk ik, 3 jaar bij tuinarchitecten. Mijn oom is een tuinarchitect die oorspronkelijk het idee heeft gegeven hiervoor. En ja, het zijn geen gemakkelijke tijden vandaag. Alles moet sneller gaan. De materiaalprijzen veranderen, het is moeilijk om goede mensen aan te werven. Dus alles moet snel gaan, er is geen tijd. En ja, mensen willen gewoon minder gedoe in hun werk vandaag. En als ik even ga kijken hoe dat veel onder jullie werken. Het kan misschien zijn dat jullie een stap doet of niet doet, maar kort samengevat ziet dat er zo uit. Dus ja, je gaat op bezoek bij de klant, je hebt een babbeltje en eventueel nadien ga je dan een eerste opmeting doen. Van tuinen met veel hoekjes en kantjes hoor ik vaak dat zo'n een half dag kan kosten voor 2 personen. Dan ga je een ontwerp maken. Ze dus moeten het basisplan gaan uittekenen op basis van die schets. Af en toe onderbreekt er wel eens een meting, moet je teruggaan. En dan als de klant dan zegt, ja, oké, maak me maar een ontwerp. Dan wordt er een detailtekening gemaakt van de omgeving. Als de klant dan zegt, oké, we gaan het uitvoeren. En dan heb je vaak situaties, ja, oké, we hebben misschien onze materialen misgeschat of ik raak niet met mijn machines op het terrein. En dan tenslotte, ik hoop dat jullie dat niet vaak voor hebben, maar ik hoor het wel vaker, is dat mensen, als je met die factuur afkomt, dat mensen zeggen, ja, sorry meneer, je hebt bij mij geen 325 vierkante meter klinkers gelegd, maar ik heb het gisteren met mijn vrouw gecheckt. Ik denk dat je maar 315 vierkante meter hebt gelegd. Dus doe maar een beetje van je factuur af. En dat zijn zo discussies waar wij geloven dat het digitaal werken met data kan helpen. Dus stel dat je met AeroCollect werkt, je gaat bij de klant, je voert een scan uit omwille van de tuin. Dan het uittekenen van je basisplan kan je digitaal gaan doen op basis van wat we een ortofoto noemen. Ik kom daar zelfs op terug. Voor je 3D-ontwerp ga je rechtstreeks kunnen vertrekken van een 3D-model dat gemaakt is van de omgeving. En ook voor het voorbereiden van de uitvoering is het gemakkelijk om te kijken, kan ik met mijn vrachtwagens, kan ik daar met mijn graafmachines op het terrein, is die poort groot genoeg, is er een aanvoerroute, waar moet ik mijn kraan zetten? Dat zijn dingen die allemaal digitaal gecheckt kunnen worden, zodat er geen problemen komen als je ter plaatse komt. En ook tenslotte voor problemen met de facturen, als je een mooi visueel bewijs kan zeggen van dit heb ik gedaan, zijn er vaak ook minder discussies. Dus ons bedoeling is dat met onze technologie dat wij gaan helpen om toch verschillende uren per project te gaan besparen. En met technologie die gemakkelijk is. Ik ga je laten zien hoe dat je kan vliegen, hoe dat je kan meten met de software en hoe je dan het resultaat ook kan gaan delen. Nu, een vlucht uitvoeren met een drone, hoe gaat dat in zijn werk? Als je komt dus ter plaatse
En de drone die we het meest gebruiken zit in dat kleine koffertje dat mijn collega daar vast heeft. Zien jullie mijn scherm nog? Ja, we zien het nog. Oké. Alles is duidelijk. Ja. Oké, goed. Dus je voert eigenlijk als ter plaatse komt, maar gebruik je onze app. Je zegt, ik wil die zone scannen. De drone gaat automatisch scannen. Typische tuin duurt dat ongeveer, ja, dan gaat dat een kwartiertje duren. En ondertussen kan je met de klant praten. Nadien kan je ook in de software gaan notities nemen, aantekeningen maken als je bijvoorbeeld al een scan gedaan hebt. En nadien ga je dan op de software ga je opmetingen doen. Je kan 2D meten, oppervlaktes, hoogteverschillen. Bijvoorbeeld ja, hoogteverschillen, of ja, dus het is nu voor een dakopname. Kan je in 3D gaan opmeten. Je kan hoogteverschillen uitzetten. En wat ook natuurlijk belangrijk is, je kan gaan exporteren. Daar kom ik zelfs ook nog eventjes op terug. Dus dat is natuurlijk voor belangrijk als je met deze data aan de slag wilt in Vectorworks. Onze bedoeling is dus eigenlijk dat in AeroCollect dat je eenvoudig bepaalde basismetingen zelf kan doen. Oppervlaktes, afstanden, volumes. En dat je detailontwerp kan gaan baseren op deze model. En dat kan je dan gaan doen in Vectorworks. Nu, als je met een drone moet vliegen, waar moet ik op wettelijk vlak rekening mee houden? Mag dat? Ja, dat mag. Als je met een mini-drone vliegt bijvoorbeeld, dat is een drone die weegt minder dan 250 gram, die mag je gebruiken zonder dat je een drone-piloot-licentie hebt. Je kan zo'n kleine drone eventueel combineren met wat we grondcontrolepunten noemen. Dat zijn punten waarvan je de GPS-coördinaten kent. Om bijvoorbeeld heel grote terreinen gaan op te meten of ervoor te zorgen dat het model dat gemaakt wordt ook heel juiste coördinaten heeft. En waar je wettelijk rekening moet houden, is ja, je moet weten waar je niet mag vliegen. Dus bij militaire zones, luchthavens, gevangenissen. Dat zijn plaatsen waar dat je af en toe een vergunning moet aanvragen of bepaalde procedures moet volgen. Maar over het algemeen mag je overal wel vliegen, als je de regels volgt. Je moet je online registreren als drone-exploitant en een nummertje plakken, gelijk een soort nummerplaat op je drone. In België is het registreren gratis. In Nederland moet je er spijtig nog iets voor betalen. En dan is het eigenlijk het respecteren van het privéleven van de buren. Dus vandaar raden wij meestal aan, is de klant op de hoogte te brengen dat er een opmeting met een vlucht gaat gebeuren. En dat dan eventjes zijn buren iets laat weten dat, dat mensen geen schrik hebben dat er wordt gespioneerd, bijvoorbeeld. Wettelijk gezien mag je vliegen. Je mag niemand herkenbaar in beeld brengen zonder zijn toestemming. Maar soms kan het wel gevoelig liggen. Ja, dat begrijpt iedereen natuurlijk. Stel dat je bijvoorbeeld met een RTK-drone gaat vliegen. Dat is een drone die centimeternauwkeurige GPS aan boord heeft. Net zoals de technologie de landmeters gebruiken voor op te meten. Dan krijg je dus een hogere coördinaat nauwkeurigheid op basis met zo'n drone. Je kan vliegen zonder die controlepunten. Maar je gaat wel een drone-pilootlicentie nodig hebben. Een A2-licentie meer in detail. Voor de rest valt alles is het hetzelfde als met een kleine drone. Dus een vlucht met een kleine drone in de praktijk uitvoeren. We hebben dat gemakkelijk gemaakt. We hebben een Android-app gebouwd. Je kan die gratis downloaden in Play Store. En daarmee ga je de vlucht automatisch kunnen doen. Dus je hebt eigenlijk de drone en de afstandsbediening met daaraan de gsm. Dus ja, een keer dat de drone connectie is met de afstandsbediening, kan je de gsm opzetten. Dan start je automatisch de app en in de app ga je kunnen aanduiden welke zone dat je wilt vliegen. Dus in de app zie je wat de drone ziet op jouw schermpje. Je zegt, ik wil bijvoorbeeld een 3D-opmeting gaan doen van een terrein. Je selecteert de hoogte waarop dat je vliegt. Typisch, ja, je moet wel zorgen dat je boven de bomen bent, dat er geen hoge populieren of een kraan staan. Maar typisch 50, 30, 40 meter is voldoende om een mooi resultaat te krijgen. In de app duid je dan aan, krijg je een satellietkaartje. Dan duid je dan aan welk terrein dat je wil opmeten. Je kiest een paar punten.
We maken dan een schatting van, ja, dus een vluchtplan. Dan kan je een beetje slepen om ervoor te zorgen dat het vluchtplan mooi over het terrein ligt dat je wilt opmeten. Zo, en een keer dat je dat hebt, zeg je, ik wil gaan vliegen nu, go fly. Dan geef ik controle aan de drone, en ik start mission en de drone gaat opstijgen. Op dat moment moet je niks manueel meer doen. De drone gaat naar zijn vlieghoogte en hij gaat dus 360 graden ronddraaien, zodat je nog eens één keer kan zien dat er geen obstakels zijn. Als je dan ziet, oei, er staat toch een hoge boom, dan kan je zeggen, ik neem terug manueel over, ik land en ik maak terug mijn vluchtplan opnieuw. Maar over het algemeen is dat niet nodig. De drone gaat dan zijn patroon automatisch afvliegen. Voor een typisch perceel duurt zo'n vlucht, zo'n 3D-vlucht bijvoorbeeld, een kwartiertje. En terwijl het drone aan het vliegen is, heb je nog tijd om even met de klant te spreken of ja, misschien een paar details te noteren, wat foto's te trekken van op de grond. Als de drone zo aan het vliegen is, moet je gewoon een doog houden dat er niks gebeurt. Als de vlucht afgerond is, gaat de drone ook vanzelf terugkomen naar zijn startpunt. En hij gaat in de buurt landen, ja, ongeveer een straal van 2 meter waar hij opgestegen is. Dus het laatste stukje van de landing, de laatste 5 meter, doe ik meestal manueel. Maar als je op een parking vertrekt met voldoende plaats, ja, gaat hij gewoon mooi landen op waar hij opgestegen is. Dus dat is het uitvoeren van een vlucht. En dat is echt niet moeilijk hoor. Na de vlucht ga je die foto's van de drone halen, uploaden naar de cloud en wij gaan die automatisch verwerken naar een 2D en 3D model. Dat gebeurt automatisch dag en nacht. Daar komt geen persoon meer tussen bij ons. Nadien, als je klaar bent, krijg je een mail en dan kan je in onze software een aantal elementaire dingen gaan opmeten. Bijvoorbeeld vierkante meters klinkers, gazonoppervlaktes. Dingen waar je zegt van, hey, hier wil ik wel weten wat dat is, maar ik moet er geen plan voor tekenen. Dat kan je allemaal heel eenvoudig dan gaan opmeten. In het 3D-model kan je ook oppervlaktes gaan meten, hoogteverschillen. Dus nu ja, bijvoorbeeld voor een dak op te meten. Maar dat werkt natuurlijk ook als je een huis of een groen dak of iets moet gaan opmeten. Gewone afstanden. Ja, dat is natuurlijk niet onmiddellijk een applicatie voor tuinaannemers, maar afstand meten is inderdaad gewoon, kan je ergens door met je voertuigen, heb ik hoeveel meter hekwerk heb ik nodig, pijpen en zo verder. Dus dit is een 3D-opname. Dus in de 3D wat vaak gebruikt is hoogteverschillen meten. En wat je hier ook ziet in dit model, is er staan wat bomen op het terrein, maar dat doordat de foto's in een hoek getrokken worden, kan je ook nog onder de bomen kijken. Een hoop zand opmeten, dat gebeurt ook vaak natuurlijk. Dat is ook maar met een paar muisklikken kunnen we dan een schatting maken van volumes aarde die nog op een terrein liggen. Het is mogelijk om heel eenvoudig plannetjes te tekenen in AeroCollect. Dat is een verre van wat je met Vectorworks kan doen. Maar voor soms een situatieplan of een schets of een verhoudingsplannetje te maken, kan dat voldoende zijn. Een eenvoudige beregeningsinstallatie uittekenen kan je doen. En wat ook interessant is voor mensen die landschapsarchitectuur doen, we kunnen geodata gaan toevoegen aan de ortofoto. Dus alle informatie, bijvoorbeeld die op geo.punt Vlaanderen staat, afstromingskaarten, de GRB-basiskaart, die kan je allemaal gaan combineren met de drone-opmeting. Dat je kan gaan zien, zijn er bepaalde dingen op dat terrein waar ik rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld als je een groot terrein hebt, liggen voor de achterkant van een terrein, ligt dat een natuurgebied of zijn er bepaalde dingen waar ik rekening mee moet houden. Je kan ook aan het model dat je maakt, je kan ook losse foto's toevoegen. Je kan zeggen, ik trek bijvoorbeeld een foto, ja, dat is nu een voorbeeld voor dakwerkers, maar het kan ook voor een tuin. Ik trek een foto met mijn gsm, ik hang die aan het model en ik kan dan zeggen, van op dit punt heb ik dit gezien. Even verder gaan. Werkvoorbereiding. Dus hier is mijn
koer van mijn huis, die heb ik onlangs heb laten aanleggen. Ja, een belangrijke vraag is dan, kan ik met machines door de poort? Of stel dat ik een kraan moet plaatsen, ja, hoe ver raak ik daarmee? Dus heel veel eenvoudige oppervlakdingen kan je gaan meten. Nu, belangrijk natuurlijk is ook, ja, ik kan die metingen doen, maar stel je voor jullie, als je een ontwerp wil maken, dan kan je de puntenwolk gaan exporteren. Je kan een ortofoto gaan exporteren en een 3D-model als DAE of OBJ-file. En Peter gaat jou zelfs vertellen hoe dat je dat kan gaan importeren in Vectorworks. Er is nog één element dat interessant kan zijn. Dat is het maken van PDF-rapporten. Dus voor die factuurdiscussies te vermijden. Dus je kan eenvoudig een opname maken. Je kan gaan aanduiden wat je hebt. Alle gazon, alle vlakken, klinkers kan je aanduiden. En wij maken dan een samenvattend rapportje dat je kan gebruiken bijvoorbeeld als bijlage voor een factuur. Eén puntje ja, dat belangrijk natuurlijk om te weten is de prijs. Ik ga er niet te veel in detail gaan nu. Je kan alles op onze website terugvinden. Maar onze bedoeling is dat je betaalt waarvoor dat je gebruikt. Dat je per scan betaalt. Gebruik je het veel, gebruik je het weinig. Dat bepaalt de prijs, niet hoeveel gebruikers dat je hebt of welke features dat je nodig hebt. Nu, heb je nog vragen voor AeroCollect? Hier zijn mijn gegevens. Maar ik stel voor nu dat we eens gaan kijken hoe dat je die data of die model die we met de drone gemaakt hebben, hoe dat je die eenvoudig in Vectorworks kan gaan gebruiken. En daar is Peter de expert. Dank je, Jan. Goed, ga ik even het schermdeel overnemen. Goed, dan gaan we gewoon naar Vectorworks uiteraard. Nee, dat is niet waar. Ik ga eerst even naar de website van AeroCollect nog even om te tonen hoe je dan daar de zaken gaat afhalen en hoe je die kunt gaan downloaden en wat je daar allemaal mee kunt gaan doen op die manier. Dus je krijgt een login. Ik heb hier een login gekregen ook van Jan ter test. Met een wachtwoord. Als ik dan gewoon even inlog, dan kom ik dus op dit overzichtbeeld terecht, waar ik dan een keuze kan gaan maken uit verschillende projecten. In deze testfase zit maar één project. Het heet dan Toituur. En heb je daarin Badshares, dus het project wat we gaan bekijken vandaag. Ik kan het aanklikken. En dan heb ik hier eigenlijk de vluchten eigenlijk inzitten. Ja. Dus hier kan ik terugkeren naar het overzicht en naar de andere projecten. Ja, aan de linkerkant krijg ik dan een soort balk met een aantal gereedschappen die ik kan gaan gebruiken. Ik zou even kunnen gaan checken, bijvoorbeeld iets waarop ik zou kunnen gaan meten, is een van die puthexels die hier ligt. Als ik gewoon even een polylijn neem en ik ga hier gewoon die polylijn gaan tekenen, van daar tot daar, dan zie ik dat 79, ja, bol, afgerond, laten we zeggen 80 centimeter groot is. Dus dat deksel is blijkbaar 80 bij 80 centimeter. Goed om weten, dat kunnen we straks ook eens gaan checken in Vectorworks, of we dit ook recht binnenkrijgen dan. Goed, maar dit is eigenlijk het resultaat wat je in eerste instantie te zien krijgt op de website van AeroCollect zelf. Als ik dan even in 3D ga bekijken, dan krijg je hier een zicht op de puntenwolk, wat Jan daar net ook al even toonde. Daar kan je ook weer al maten gaan bijzetten. Ja. Je hebt ook alle foto's die gemaakt geweest zijn, die je kunt gaan bekijken. En dan heb je, wat ons het meest gaat interesseren momenteel, de downloadpagina zelf. Dat is deze. Een paar zaken die van belang zijn, is het coördinatiesysteem wat gebruikt wordt eigenlijk. Ik ga even kijken bij de JPEG hier bijvoorbeeld. Je ziet dat er een bepaalde EPSG-nummer gebruikt wordt. 32631. Dat kan je beter even onthouden, want dat is iets wat we wel vaker nodig gaan hebben. Dat is een opmeting die in meters gebeurd is. Een bepaalde zone. Dat alleszins. Je kunt dus normaal gezien, als je een versie hebt, het gaat hier niet omdat het een demo-versie is, maar als je een connectie hebt, dan kan je hier de keuze gaan maken. Of het kon ook geblokkeerd worden, zei Jan, dacht ik dat je eigenlijk altijd correct bezig bent. En dan kan je het model gaan genereren. Dat ga ik niet doen, want dat duurt even. Ze zijn al gegenereerd, dat zie ik aan deze downloadknopjes. En dan kan ik ze gaan downloaden ook met die knopjes hier.
Op die manier kan ik dan een ortho, foto, JPEG, TIFF maken. Ik kan ook een point cloud maken, dat is die lastfile die je hier ziet staan. En die kan ik dan ook laten aanmaken en downloaden. En ik kan ook een OBE-bestand gaan downloaden, waar ik een 3D-model gaat zijn. Goed, downloaden ga ik ook niet doen, want ik heb het al gedaan. Dus de bestanden in kwestie die staan eigenlijk gewoon hier klaar. Ik ga beginnen met de JPG-file. Je merkt bij dat bestand JPG-file, je ziet er uiteraard een foto in voorvertoning, maar er zit ook een JGB-bestand bij. Dat is een bestandje wat eigenlijk de data en de verschaling en de positie van die orthofoto gaat in zich dragen. Goed, op naar Vectorworks. Ik ga hier een nieuw bestand openen. Ik ga hier vertrekken uit een blanco document. En ik ga een paar instellingen doen, zoals bijvoorbeeld de eenheden. Ik weet dat de JPEG-files in meter gemaakt zijn. Dus ik ga als eenheid ga ik hier meter induwen. Anders gaat mijn beeld niet correct binnenkomen. Dat is één instelling die ik ga doen. En een tweede instelling die ik ga doen is de georeferentie al even opgeven. Ik zie dat hij hier een WGS 84 gebruikt, maar ik ben niet zeker dat het de goede is. Als ik de EPGS-code, EPSG-code tenminste, ingeef, even kijken, 32631, dan kan ik hier de juiste uitkiezen. En dan ben ik zeker dat mijn model de juiste afmetingen zal hebben. Oké, dat is gebeurd. En dan kan ik nu gewoon eigenlijk de import gaan doen. En je weet dat je gewoon in Vectorworks die JPEG-file op je bestand kunt gooien. Dat dan 9 op 10 dat doet. Vandaag weer natuurlijk weer niet, maar dat is ook geen probleem. Ik kan ook gewoon de importeer gebruiken. Ik zal nog eens kunnen proberen ook. Importeer afbeelding, daarmee gaat het ook terecht. We moeten hier natuurlijk weer in gaan zoeken. Ik ga toch even nog eens opnieuw proberen om erop te droppen gewoon. Nee, we willen hem echt niet pakken. Nou, toch wel. Ik begin toch te rekenen. Dat kan even duren, want hij moet heel dat bestand natuurlijk gaan omvormen. En hier stelt hij inderdaad vraag voor om het te importeren als een bitmap, wat mij ook het meest logische lijkt. JPEG of PNG. PNG zal een betere kwaliteit hebben, zal iets trager zijn, omdat het bestand ook groter zal zijn, de inhoud ervan. En je mag het coördinatiesysteem van het document of van de afbeelding gebruiken, die stemmen toch overeen. Ik heb hem al ingesteld. Dus hier wordt nu het geïmporteerde bestand verschaald en bewerkt door het gekoppelde bestand. En dan kom ik eigenlijk op mijn afbeelding die in mijn vectorsbestand terechtkomt. Dus nu even ga checken. Die puttexels heb ik hier weer. Ik ga er even gewoon een lijntje overheen trekken. En dat lijntje begint hier en dat loopt tot daar ergens. En ik zie daar ook die 80 centimeter terugkomen. Ja, zoals het duidelijk is voor iedereen. Dus dat wil zeggen dat de verschaling van dit bestand effectief correct binnengekomen is. En nu kan ik uiteraard hierin gaan tekenen met bijvoorbeeld het terreingereedschap, de perceelsgrenzen. Even kijken, ik ga hier mijn perceelsgrenzen gewoon even manueel gaan ingeven. Zo. En dan krijg ik dus mijn perceelsgrenzen erin. Dat zal ook beter zijn als ik de schaal even wat beter instel. Wacht even, de achtergrond even klikken. Schaal van de actieve laag. Een 250ste bijvoorbeeld. En dan, als je nu even de afmetingen van de teksten in die perceelsgrens gaat aanpassen. Ja, lettergrootte, dat zal volstaan in principe. Dan zie je dat ik inderdaad als terrein 0,12 hectare heb. De afmetingen eronder staan erbij enzovoort allemaal. Je kan dit natuurlijk ook transparant maken, zodat je nog verder kan tekenen. En daarmee kan je dus aan de slag om te beginnen tekenen. Dat is een van de mogelijkheden qua import die je hebt. Ik ga even een ander bestand erbij nemen. En in dat bestand ga ik gebruik maken van de eenheid millimeters. Ik weet dat een point cloud altijd in millimeters staat. Even de eenheid hebben, niet de instellingen van het document. Deze moest ik hebben.
millimeter tot op een millimeter nauwkeurig zal voldoende zijn in dit geval. Misschien ook even de georeferentie ingeven. Oep. 32631, daar is hij terug. Oké. En dan kan ik in principe die LAS-file, die point cloud, is gaan binnenhalen. Ja, daar is hij. Je kunt kiezen welk percentage van de punten uit de point cloud je gaat binnenhalen. De point cloud bestaat uit 10 miljoen punten in dit geval, bijna 11 miljoen punten. Dat is niet abnormaal veel. De eenheden zijn millimeters, dat kan je dus hier instellen bij point clouds. En ik kan hem ook centreren op het interne nulpunt, wat op zich wel handig is om problemen met de grote afstanden te gaan vermijden. Ik heb nu op 100% geïmporteerd en gaat hem zelf beperken tot, ik dacht, 10 miljoen punten, ik ben niet helemaal zeker. Hoewel, nee, ik dacht dat hij meer kan. Ja, de inlezen kan natuurlijk even duren. Hij moet uiteraard wel wat dingen gaan berekenen weer. Maar voor een goed resultaat heb je toch wel wat punten nodig. Ja, de tijdsbalk was gelukkig niet helemaal correct. Dan krijg je eigenlijk het 2D-beeld op die puntenvolgen. Dat ziet er nooit heel, heel goed uit. En als je hem in 3D gaat bekijken en bovenaan ziet, dan zie je dat hij al wat beter wordt eigenlijk. Dit is dus geen foto, dit zijn allemaal punten. Dat zijn dus 10 miljoen punten, bijna 11 miljoen punten, die elk een kleur hebben en ook een 3D-positie hebben. Dan krijg je dus eigenlijk op deze manier in Vectorworks... Ik zou bijna zeggen 3D-model te zien, maar dat is het niet. Het is gewoon een wolk aan punten. Als ik erop ga inzoomen, dan ga je zien dat het inderdaad gewoon allemaal puntjes zijn. Ja? Die puntjes hebben kleuren, waarmee je dus eigenlijk op iets wat afstand dat beeld kunt gaan ervan opbouwen. Ja? Nu, ook hier kan ik weer de check gaan doen met, met dat puttexel. Iets moeilijker omdat de nauwkeurigheid, of ja, het aantal pixels is iets minder om het zo te zeggen, maar als ik hier even grofweg van daar naar hier meet, dan zie je dat we inderdaad aan die 800 mm ongeveer zitten, dus dat schijnt ook wel te kloppen. Ja. Nu, wat kan je met zo'n puntenwolk gaan doen om daar nu eigenlijk iets uit te gaan afleiden waar je iets mee bent binnen Vectorworks? Want als het alleen maar dit is, dan lijkt het een beetje spielerij. Maar je kunt zo'n puntenwolk, als ik hem selecteer, want het is eigenlijk één object. Ja. Dan vind ik in het infopalet een knop baken punten af. Als je die even inklik, dan krijg je bij die puntenwolk een aantal gereedschappen hier zitten bovenaan. Ik ga gebruik maken van de polygon tool. En ik ga gewoon... grofweg even rondom het terrein een zone afbakenen. Daarmee kan ik me eigenlijk vragen om dat stuk uit de puntenwolk uit te snijden. Dus nu krijg je eigenlijk een beperkter beeld van het terrein waar we mee gaan werken. Oké, als ik dat nu even in een vooraanzicht bekijk, dan kom ik hierop uit. En ik zou dus nu eigenlijk een snede kunnen gaan maken, want ik kan die actie nogmaals herhalen. Baken punten af. Dan ga ik de rechthoektool gebruiken. En dan neem ik typisch een heel platte horizontale snede. Een rechthoek, op die manier. Ja. Als ik die in een bovenaanzicht ga bekijken, dan heb je eigenlijk een beetje de outline van het gebouw. Of tenminste, dat kan je eruit distilleren.
Als je dat gaat combineren met perceelsgrenzen van daarnet, dan ben je eigenlijk vertrokken om je plan te gaan tekenen. Ja. Daaruit kan ik ook, want die punten zijn niet definitief, je kan de afbakening ongedaan maken en dan krijgt u de hele puntenwolk te zien. Ja. Nu, dit als 3D-model is minder bruikbaar omwille van het feit dat het allemaal eigenlijk heel veel punten zijn. Op iets of wat afstand ziet het eruit als een 3D-vlak, vanaf hier ongeveer. Maar vanaf dat ik dichter kom, dan zie je echt dat het eigenlijk een vlak met openingen, dat het punten zijn. Maar er is nog een derde bestandsformaat dat we konden gebruiken. Ik ga even opnieuw een bestand openen. Blanco document. Ook weer de georeferentie even erin duwen. Oké. En de derde bestand die ik gedownload had, was die OBJ-file. Dan heb je dit bestand nodig, het OBJ-bestand. Die JPEG is eigenlijk een combinatie van allemaal foto's die de textuur gaan bepalen op de vlakken die gemaakt gaan worden. En dit is ook een extra bestand dat hij nodig heeft om alles te kunnen gaan berekenen eigenlijk. Ik ga even naar mijn vectors droppen weer. Oké. Ook hier kan ik de eenheden gaan kiezen. Mijn document staat momenteel in millimeters. Ik ga het in millimeter laten staan. En ik aanvaard gewoon de import. Ik ben mis, sorry. Ik had het moeten vertellen dat het in meters was, omdat de OBJ-bestand is inderdaad in meter. Het is echt de eenheid van het OBJ-bestand dat ik moet opgeven. En OBJ's van iRobot of iRecollect zijn gemaakt in meter. Dat ziet er al beter uit. Goed. In 2D geeft dat dus heel weinig. Je krijgt er geen 2D-beeld van. Het is gewoon eigenlijk een bovenaanzicht van een 3D-model. Dat bestaat uit een hele bende 3D-polygonen. Het is eigenlijk een draadwerk. Vanaf het moment dat ik hem in 3D zit gaan zitten en ik heb mijn shaded render aanstaan, dan zie je dat we dus wel een model krijgen eigenlijk. En dit is wel degelijk wel een 3D-model. Zij het, moet ik zeggen, vereenvoudigd zoals je kan zien. Die wagen is niet perfect scherp afgeleind, maar het is wel een volledig model. Dit zijn vlakken, dit zijn niet punten. Ja. Dus als je dit nu wil gaan gebruiken om bijvoorbeeld je ontwerp daarin te gaan inplanten, zodat je dan daar een totaalbeeld van kunt maken naar een klant toe, dan is dit uiteraard wel bruikbaar. Dat is ongeveer wat ik nu weer te vertellen had over het hele verhaal iRecollect in combinatie met Vectorworks. Ik denk dat wij nu openstaan voor eventuele vragen, denk ik, als Jan en Barbara er even bij komen terug. Klopt. Dankjewel, Peter en Jan, voor deze uiteenzetting. Ik heb al twee vraagjes gekregen, dus ik zou daar even met jullie willen doorlopen. Jochem vroeg, wat is het verschil met software zoals Mapsodaisy? Dat gebruik ik momenteel. Is dat een vraag naar Jan of naar mij toe? Ik denk dat Jan hier op de hoogte van is. Ja, oké. Okay. Het grote verschil, wat als wij proberen te doen met andere tools die gewoon puur een model maken, is we hebben heel veel functionaliteit echt geschreven op maat van tuinaannemers of dakwerkers. Dat de mensen zeggen van oké, ik wil iets eenvoudig meten, een volume meten, een afstand meten. Ik wil een rapportje maken voor hoeveel vierkante meter klinkers, voor al materiaal dat ik gebruik. Dus eigenlijk, wij zijn veel verder gegaan in de functionaliteit aan te bieden dat wat dan puur gewoon een punt kan maken, bijvoorbeeld. Plus, wat wij ook merken, is dat het is niet altijd zo eenvoudig om die punten ook goed te maken. Dus we hebben ook de app gemaakt op de drone, dus dat je zeker bent dat je
eenvoudig snel kunt vliegen, dat de foto's die de drone maakt goed genoeg zijn om nadien ook een mooi model te maken. Dus wij proberen ons te richten op eigenlijk de volledige keten, dat als tuinaannemer of tuinarchitect, je moet zeggen, ik vlieg een model dat ik krijg, dat kan ik gebruiken in Vectorworks, maar je kan het ook gaan gebruiken bijvoorbeeld voor de uitvoering van het project. Als ik mijn mannen moet sturen voor snel eens te meten hoeveel vierkante meter gazon er is, hoeveel vierkante meter verharding dat er ligt, dat zijn dingen die heel snel uit onze tool gehaald kunnen worden en dat niet altijd aanwezig is in andere software. Dus daar richten we ons vandaar op. Dus hoogte van bestaande bomen, ja, dat kan. Het is mogelijk om, voornamelijk in de puntenwolk, dan te gaan kijken wat dat de kruinhoogte is van een boom. Dat is niet zo moeilijk om te doen. Nee. Okay. Ja, dat is ook een van de zaken die in Vectorworks ook zou kunnen doen, uiteraard. Een keer dat je de puntenwolk in Vectorworks binnen hebt, dan kan je perfect die hoogte van die boom gaan bekijken of gaan meten, natuurlijk. Dus ja, ook daar is dat mogelijk. Ik denk dat dat duidelijk is. Jochem, mocht dat niet zo zijn, mag je zeker nog iets beantwoorden. En dan heeft hij ook nog een tweede vraag gesteld. Kan je gemakkelijk de hoogte van de bestaande bomen berekenen? Dus... ja, dat wil ik net zien langskomen. Dat is dat vervolg, inderdaad. Dat waren er twee vragen die momenteel in de chat gesteld werden. Ondertussen zegt Catherine Baert ook, wat als je een tuin moet opmeten waar heel veel bomen in staan? Dat hangt een beetje vanaf of dat je in de winter of in de zomer opmeet. En hoe dat de bomen op het perceel uitgespreid staan. Stel nu, ja, als je echt in een bos moet opmeten en je ziet vanuit de lucht de grond niet, dan ga je met een drone weinig kunnen doen. Want we trekken foto's en alles wat op je foto's kan zien, kunnen een model maken. Dus een volledig bebost terrein is, ja, daar moet je andere technologieën voor gaan gebruiken. Maar als je bijvoorbeeld wat verspreide bomen hebt, of bomen aan de rand van een terrein, zeker in de 3D-weergave komt dat er nog goed uit in de puntenwolk. Omdat we trekken foto's van onder een hoek met de drone. Dus we kijken ook deels onder de boom. Dus dat lukt wel. En zeker nu als je... ik heb heel wat percelen gezien die de laatste weken gevlogen zijn, waar nog geen blaadjes op de bomen staan. En dan kan je zeker in de puntenwolk ook gemakkelijk gaan zien waar de stam staat en waar de verschillende bomen staan. Of welke structuren dat er onder de bomen zijn. Mm-hmm. Oké, prima, dankjewel. Voor mensen die nog vragen hebben, je hebt onderaan vraag en antwoord staan, VNA, mm-hmm. En dan is eigenlijk de chat, daar mag je je vragen introppen. Ik zie Patricia nog een vraag binnenkomen. Heeft ook Patricia, een vraag gesteld. Ja, inderdaad, de app om te vliegen is voor Android ontwikkeld. Wat als je met Mac werkt? Ja, vandaag... Je moet dat bedoeld met een iPhone. Ja, dus vandaag, Patricia, dus vandaag hebben we alleen een app om automatisch op Android te vliegen. De AeroCollect software zelf, die werkt natuurlijk op Mac, Windows, Linux, op eender welke PC. Maar om te vliegen heb je vandaag een eenvoudige Android-telefoon nodig. We hebben er bijvoorbeeld eentje dat we van Motorola gebruiken voor €150. Dat is dan wel een mogelijkheid. Er bestaan apps, dus de app van de fabrikant van de drone, die werken ook op iPhone. Maar dan kan je enkel handmatig vliegen. Dat werkt ook. Maar het leuke is eigenlijk van als de drone automatisch aan het vliegen is, dat je dan je handen vrij hebt of dat je nog iets anders kan doen. Maar de meeste van de mensen nemen dan gewoon een goedkope Android-telefoon gewoon voor het vliegen. Heb je die telefoon ook een abonnement nog doen of niet eigenlijk? Nee. Hoe wil ik werken? Ik heb ook een iPhone. Ik gebruik de hotspot van mijn gsm om dan met Android-telefoon te vliegen. Dus je hebt geen extra simkaartje nodig in die gsm. Je hebt het enkel nodig voor het schermpje en de Android. Oké, ik denk dat wel een duidelijk antwoord was. Johan vraagt nog, Jan, ken je Copterus? Die app werkt wel op iPhone. Die ken ik niet. Er zijn misschien wat andere applicaties die gemaakt zijn. Wat wij hebben willen doen met onze iPhone, met Android-app, is die is kosteloos. Daar vragen wij niks voor. En we willen ervoor zorgen dat de mapping features die in de software zitten, dat die overeenkomen met hetgeen dat je nodig hebt om nadien er een model mee te maken.
Natuurlijk, als je een andere app gebruikt of je vliegt met een andere drone, we kunnen die data allemaal verwerken. Dat is geen probleem. Maar ja, we hebben wat tijd gestoken om het proberen end-to-end mogelijk te maken, zonder dat je nog eens ergens anders een app moet gaan kopen eigenlijk. Oké. Ik denk dat dat duidelijk was. We hebben een volgende vraag van Michel. Is de OBJ te gebruiken in een 3D-ontwerp op Vectorworks en later te bewerken in Lumion? De OBJ is sowieso een draadwerk met textuur erop. Dus dat is een 3D-object in Vectors. Je kunt daar dus perfect zaken gaan bijtekenen. Wat niet zo evident is, die OBJ aanpassen binnen Vectorworks. Want vanaf die draadwerk gaat openen en dus een aantal polygonen zal verwijderen, vallen de texturen weg. Dus geen garantie dat de textuurmapping nog klopt. Dus dan wordt het eigenlijk gewoon een wit model op dat moment. Maar als je er niks aan verandert, dan vermoed ik dat die ook perfect bruikbaar is in Lumion. Maar ik ben geen Lumion-expert. Dat gedeelte kan ik niet helemaal beantwoorden. Oké, dankjewel. Martijn heeft nog een vraagje. Als ik een tuin zou willen opmeten van 850 vierkante meter, wat zijn dan de kosten ongeveer? Voor ons, waar je rekening moet houden voor kosten, is dat je hebt een aankoop van een drone. De mini-drone zit rond de 500-600 euro. En dan vragen wij voor de verwerking van een scan vragen we 79 euro per scan. Of dat nu een tuin van 100 vierkante meter of 800 vierkante meter is, daar maken we geen onderscheid in. Dat wordt een beetje moeilijk om dan voor grote tuinen, kleine tuinen onderscheid te maken. Het is gewoon onze filosofie is van het moment dat je een uur met één of twee personen bezig bent met een lintmeter, is de scan uitvoeren vaak goedkoper. Of dat nu een grote of een kleine tuin is, we maken daar geen onderscheid in. Oké, dus het is de drone en dan die scanverwerking. De drone en de scan. De drone is iets dat je vast aankoopt. Dat is de investering die je moet doen. Nu, die drone kan je natuurlijk ook gaan gebruiken om marketingfoto's te trekken voor op je website of voor in een brochure. Dat is natuurlijk volledig onafhankelijk van wat wij doen. Maar dan voor ons is het eigenlijk van het moment dat je een set foto's verwerkt naar die modellen, dan dat tellen wij als één scan. Dus wat we ook doen is dat je, dus eigenlijk per organisatie dat je moet kijken. Stel je binnen een organisatie dat je met 5 mensen bent, dan moet je niet meer betalen. Dus het is gewoon per scan dat we dat tellen. En niet per gebruiker of niet per feature. Je krijgt sowieso ook altijd toegang tot alle features dat we ontwikkeld hebben. En dan heb je dus toegang tot ook heel het AeroCollect portaal. Ja, inderdaad. Dus iedereen binnen een organisatie kan er dan aan. Dus stel dat je met collega's hebt die het ontwerp doen, of collega's die de opmeting doen, en die in de uitvoering. Het zou een beetje gek zijn dat die mensen die de uitvoering gaan doen, niet aan die drone data kunnen. Dus we hebben een aantal klanten die... Ja, we hebben heel wat tuinarchitecten als klant, maar ook mensen die in de tuinsector werken, die een aannemingsbedrijf hebben, die niet altijd een plan uittekenen. Maar die gebruiken het bijvoorbeeld dan om eenvoudige dingen op te meten, zoals vierkante meter gazon of vierkante meter klinkers. Wat je ook vaak voor hebt, is dat de klant vraagt om een project uit te tekenen. En dan 3 maanden, 6 maanden later zegt de klant, oké, kom het maar uitvoeren. En dan is het, hoe zag die tuin er ook alweer uit? En dan is het gemakkelijk om eventjes terug in te loggen en te gaan kijken digitaal hoe dat het eruit zag. Oké, je wordt bedankt door Martijn. Graag gedaan, Martijn. Momenteel heb ik geen nieuwe vragen meer, dus mocht er iemand nog een vraag hebben, mag je die ze zeker stellen. Als het goed is, loop ik anders nog eventjes door het einde van... de presentatie, dan we kunnen afronden. Mocht er nog iemand tussen komen, kunnen we die nog altijd daarbij inpikken.
Dan wil ik eventjes afsluiten. Mochten er nog vragen zijn over AeroCollect, vind je alles op hun website aerocollect.com. Daar staat het eigenlijk nog eens heel duidelijk uitgelegd wat dat hun aanbieding eigenlijk is, op welke manier dat ze te werk gaan. En vind je al hun gegevens. Ook bij ons op designexpress.eu vind je al de gegevens over Vectorworks. Dan wil ik nog eventjes bij aan toevoegen dat we op dit moment een mooie aanbieding hebben lopen van Vectorworks. Dat je 20% korting krijgt op een aankoop van een nieuwe Vectorworks licentie in samen met 1 jaar Vectorworks Select. Dus daar kan je ook zeker terecht op designexpress.eu. En wij hebben de mogelijkheid om support aan te vragen. Dus tijdens de kantooruren, had ik al gezegd, kan je ons bellen of een ticket aanmaken. We hebben ook een forum en we hebben ook de help-functie in Vectorworks. En dit zijn nog eens de gegevens van Design Express die je kan contacteren op sales.be@designexpress.be en Jan op jan@aerobot.eu. Ik zie dat er geen extra vragen meer zijn. Dus Jan en Peter, ik wil jullie heel erg hard bedanken voor de deskundige uitleg. Ik vond het heel boeiend. Ah, ik heb wel nog een kleine vraag van Patricia. Geven jullie ook training om met de drone te vliegen zonder de app om bijvoorbeeld een mooie film van een uitgevoerd project te maken? Jan? Dat zeg ik puur het filmen, het vliegen met de drone en het... En dit soort dingen, dat is dat wij typisch niet doen. Wij focussen natuurlijk op het opnemen van data met de drones. Maar als je, we kennen wel heel wat mensen die dit soort dingen doen met drones. En als je mij een berichtje stuurt, dan kan ik u wel doorverwijzen naar iemand die lesgeeft en echt fotografie met de drone. Zo zijn er ook wel wat mensen die je daarmee kunnen helpen. En op die manier dan wat tips en tricks kunnen geven waarschijnlijk. Ja, dat is natuurlijk... Aan starters. Ja, inderdaad. En is er ook een mogelijkheid om een demo te organiseren voor een school? Ik ben namelijk een leraar. En wat zou een demo juist inhouden? Eigenlijk zijn we denk ik daartoe bereid, neem ik aan, Jan Natuurlijk, en Peter. Dat is allemaal geen probleem. Dat is geen probleem. Dus Michiel, ik zou zeggen, stuur zeker een mailtje naar een van de e-mailadressen. Of als je antwoordt ook op de inschrijvingsmail dat je normaal hebt gekregen voor deze webinar, kom je ook bij ons terecht. Dus wij zijn zeker open om hier nog verder demonstraties over te geven. En deze webinar is opgenomen, dus ik geloof, Jan, dat die ook op jullie kanaal dan ter beschikking gaat komen. Als je vragen hebt over hoe wordt nu die samenwerking met Vectorworks en AeroCollect. En die gaat bij ons ook op ons YouTube-kanaal van Vectorworks Nederlandstalig komen. Dus voilà, daar kan je die dan altijd herbekijken. Dankjewel allemaal voor jullie interesse, voor jullie fijne vragen en voor jullie talrijke aanwezigheid. En dan ga ik hierbij afsluiten. Bedankt Peter, bedankt Jan.